Ik neem even mijn werkhandschoenen. Want ik ga de kruipkelder in. Dit is nog maar de kelder. Maar het wordt nog spannender. We gaan daarnaast de kruipkelder in. Voordat we de kruipkelder in gaan, neem ik even twee kersen. Dan gaan we die even lekker binnen smokkelen. Binnen eten. Gaan we, voordat we daar die kruipkelder in gaan, moeten we eerst hier ergens een gat boren. Ja, daar, daar heb ik een gat. Op een heel klein gaatje. Maar ik weet niet waar. Dan ga je zelf zien waarom. Zag je dat? Alleen, ja, ik zie er niet echt goed uit. Maar ik ga er wel zo in. Echt? Jij moet ook iets doen. Eén broer zit er binnen, hè? Goed? Huh? Jij moet hier komen staan. Ja? Daar zo. Is er wat buisje nog? Daar moet je. Hier op de grond. Daar zo. Hier. Dat zie je, hè? Hier moet je. Ah, die zit er nu al in of wat? Ja, ja. Hier zit jij. Broer, broer. En niet schreeuwen, dan gewoon zo. Broer, broer. Goed. Ja, maar broer, wel, zo. Wel. Broer. Ja, ja, niet roepen dan. Kom. Broer. Kom. Ik neem die botten mee. Ja, niet roepen. Daar blijven we staan. Recht terug, hè. Volgende keer vaak. Ja. Houd je aan. Ja. Ja, oké. Okay. Mee. Time to... going in die kruipkel. Maar Engels is not so very, very, very good. With middle. Oké. We zien. Wat is hier? Oh. Nou, ja. Ja, want het is hier best gevaarlijk met de trap. Dat is een trap, dat is een gevaarlijke trap. Oh, och, hier is de kruipkelder. Daar is hem. Kijk, kom eens hier. Oh, holy. Oh, daar ligt er. Hé, hey, zo. Daar zit je in de arm liggen. Daar zit je nog gewoon. Huh? Ja, ja, zo. Jasper, je moet hier, je gaat best hier onderdoor, ja. Ja. Ja? Ja. Dan ga je daar dat koeren. Ja? Ja. Dan kom je hier uit. Voilà. Maar ik ga even mijn botten aan doen, want dat zie ik nog niet. Hier moet je die onderrust in. Wacht, hè. Dit is de garage. Hij staat hier. Ja, dan roep je ook naar Jochem. Ah, ja. Maar ik zal... Nee, nee, nee. Dat doe ik. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Oké. Okay. Doe maar, hey Jules. Hey Jules! Olie is raar. Hier ligt een handdoek van 2000 jaar geleden van. Denk het. Oh. Nu kruip je het best onder de buizel door. Ja? Mag hem. Jochem, je kunt misschien hier ook wel aan hier. Kijk of je het hier gaat. Nee, ik ga gewoon rond. Hey Jul, hey Jul. Hey Jul, hey. Hey. Ga oh. Ja, maar door, dat is niet erg. Hey Jul. Hey Jul. Oh. Nu pak je het best wel. Ja, pak hem maar. Oh.
Holy cake, er zit nu al een spinnenweb op. Ja, ik ben er al. Weet jij niet door dat jaartje, hè? Wacht, hè? Oké, nu moet ik helemaal naar daar. Ja, trek eens een beetje aan het laatste stuk van die kamer, dat die knikt eruit. Dus zit je daar, als je dus naar binnen gaat. Ja, oké, zo. Maar nu pak je, ja. Die is bijvoorbeeld al heel lang genoeg, dus ik dacht dat er een andere kant stond. Ja, maar. Ga daar staan. Ja, nou, we gaan direct. Holy. Ja, maar gewoon. Oeh, wat is dat? 2000 years later. Dat weet ik niet, want ik... Nee, ik heb nog een heel groot stuk. Oh, stop. Oh, wacht. Heb je veel over? Dat weet ik niet. Shit. Holy. Een witte spin. Ik had het net over de witte spin. En de witte spin, dat was een spin, dus die was ingewikkeld. En de mannetjespin, die worden opgegeten door de vrouwtjespin. Dus de vrouwtjespin is zwanger. En die denkt, lekker. Ik ga jou opeten. Dus dan wikkelt die het mannetjespin in. En maakt die dood en eet die daarna op. Leuk, hè? Ja. Kom. Ah. Je hebt een eigen en gewikkeld of. Hier, even. Wou ik even kijken. Stop. Ja. Stop. Is het daar? Ja. Ga daar, Gans. Oh. Oh, shit. Ik wil wel iets zien. Nee, dat weet ik. Ik ben er! Steek er aan de wind, dan is die heel gespannen. Ja! Wat er? Ik ben er! Holy! Niks! Holy jongens en meisjes, het is wel... Chill, niks doen, hè. Geen steentjes erin gooien. Ben je eraan de kabel? Papa, die is gespannen, hè. Oh, die jongens en meisjes. Oh, is helemaal gespannen. Ja, kom maar. Ja, ik kom. Oh. En daar, hè, Jules. Waar? Hoi. Ik kom dadelijk. Ja. Holy. Nee. Ja, wacht, ik zie niks. Nee, ik doe niks. Maar ik zie niks. Hoe gaat het hier het beste uit? Denk zo, hè. Omdraaien. Oh, dat was het al. En niet dat ik nog niet zo heel veel, hè. Ik bloed moet ook buiten uit. Ja. Heel die kroeg is ook... Wacht, toch? Nee, maar... Holy. Daar lag een handdoek van 10.000 jaar geleden of zo. Waar moest ik mijn broek uit doen?
Oh ja. Hebben jullie nu genoten van deze video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer zeker hieronder en check jullie bij de volgende video. Wel een rare eind, maar ja.